dat je weer kijkt naar de Korte Weekhoroscoop van Amandela. En deze week is het voor week nummer 13. En het is van maandag 28 maart tot en met zondag 3 april. Van de kaarten schudt om te kijken wat week 13 voor de ram gaat brengen. Dan lijkt het ram alsof je deze week misschien even in het begin van de week nog niet helemaal weet waar je nu aan toe bent. Dat kan bijvoorbeeld zijn dat je op een besluit zit te wachten van iemand om je heen of van een bepaalde situatie waarin uitslag moet komen. Je lijkt er in ieder geval op het moment dat die uitspraak er is, er heel blij mee te zijn. Ik heb het gevoel dat je meteen voor jezelf in de beweging mag gaan komen, in de actie. En ook al vind je het misschien nog heel erg spannend, weet je nog niet helemaal wat het je gaat brengen, je lijkt ontzettend enthousiast te zijn. En ik heb het idee dat je het ook heel erg lekker oppakt en dat je echt al heel snel deze week ook je eerste overwinning gaat behalen op die bepaalde situatie. En het kan net zo goed zijn dat je echt voor jezelf denkt, ik heb hierin echt een juist besluit genomen. En ik kan hier verder mee komen. Het is sowieso iets waar je heel erg vrolijk van wordt. Het kan wel voor mijn gevoel betekenen dat het heel wat werk met zich mee gaat brengen. Dus het kan zijn de actie die er is, dat je echt veel in beweging bent. Maar het is wel het stukje waar je echt wel heel vrolijk van wordt en waar je heel blij van gaat worden. Het is aan de kaarten schudden om te kijken wat deze week voor jou gaat brengen. Dan lijkt het hier alsof je deze week eigenlijk allemaal een beetje laat gebeuren. Alsof je niet helemaal tevreden bent met de situatie zoals die is. Maar je ook niet meteen weet hoe je in de actie moet gaan komen. Ik heb wel het idee dat je erover nadenkt. En misschien dat je ook al zelf bepaalde plannen hebt bedacht. Maar echt in de actie of echt die verandering doorvoeren. Daar lijkt deze week eigenlijk helemaal niets geschikt voor. Het kan wel zijn dat je dus echt al weet van. Oh, dat ga ik over een maand of twee maanden doen. Maar deze week lijkt het vooral een beetje af te tasten. En eigenlijk allerlei plannen voor jezelf te smeden. Maar die hou je ook echt voor jezelf. Ik heb het idee dat je best misschien wel wat kan piekeren over bepaalde dingen. En dat je ze niet goed kan delen. Ik zou zeggen, stier, kijk of je hem toch wat naar buiten kan brengen. Of dat er iemand is met wie je toch even kan sparren over bepaalde zaken. Want ik heb het idee dat dat net eventjes voor jou wat meer rust kan gaan geven. Dus van de kaarten schudt om te kijken wat deze week voor jou gaat brengen. Dan lijkt de tweeling alsof deze week voor jou een week wordt waarin je echt heel vrolijk bent. Er is ineens een bepaalde situatie waarin je misschien eigenlijk al wat langer over nagedacht had, maar misschien even in de ijskast had gezet. Het lijkt ineens op je pad te gaan komen. Ik heb het idee dat je heel blij bent met de situatie zoals die gaat lopen. Het lijkt alsof er allemaal kansen op je pad gaan komen. En alsof er eigenlijk ook allemaal dingen gebeuren zonder er al te veel moeite voor te doen. Dat wil niet zeggen dat je in het verleden misschien niet al moeite hebt gedaan. Maar eigenlijk lijkt het nu eigenlijk ineens allemaal op je pad te gaan komen. En dat is een situatie waar jij heel vrolijk van wordt. En ook de mensen in je omgeving. Want ik heb het idee dat je heel erg open staat voor familie, voor vrienden, voor je eigen gezin. Je lijkt er heel veel mee te doen. En het kan zomaar zijn dat je iemand heel erg blij maakt met een bepaalde situatie die daar misschien ook helemaal niet op gerekend had. En dat is natuurlijk helemaal de ultieme win-win situatie. Het belooft dus in ieder geval een hele vrolijke, gezellige en warme week te worden. Geniet daar ook lekker van, tweeling. Ik zal de kaarten schudden om te kijken wat deze week voor de kreeft gaat brengen. Dan lijkt het kreeft alsof deze week echt een week gaat worden die in het teken van de liefde staat. Er is zoveel warmte, er is zoveel liefde. Er is echt een stuk wat deze week voor jou gewoon niet stuk kan. Het lijkt alsof het allemaal heel prettig loopt. Je liefde wordt beantwoord op het moment dat je misschien al in een relatie zit. Dan is het ook ineens een stuk dat je extra blij bent met elkaar. Als er geen liefde is, kan het ook zijn dat je daar gewoon heel erg blij mee gaat zijn. Maar je voelt je warm, je voelt je liefdevol en je voelt je vol met passie. Ook kan dat natuurlijk een stukje zijn wat heel erg op werkgebied gerelateerd is. Maar ik neig er toch wel naar te zeggen dat het echt een heel groot gevoelstuk is. En je lijkt er ook gewoon echt heel vrolijk van te gaan worden. Je lijkt echt te gaan stralen als een zon. En ik heb het idee dat je zoveel liefde te geven hebt, dat het gewoon echt alleen nog maar van je af kan stralen. En als een magneet naar je kan toetrekken. Want je lijkt deze week echt de wereld in een positieve vibe te gaan zien. En dan de kaarten schudden om te kijken wat deze week voor de leeuw gaat brengen. Dan lijkt het leeuw alsof je over dingen na moet denken. Toch heb ik het idee dat je met bepaalde zaken ontzettend tevreden bent,
Maar niet met alles. En ik heb het idee dat het naast elkaar gaat ontstaan. Misschien is er wel ergens een beetje een wrijving. Of heb je misschien wel ergens woorden. En ben je bijvoorbeeld heel erg blij dat je thuis of op je werk een bepaalde situatie hebt. Met wie je heel goed bepaalde dingen kan bespreken. Hè? Dus het is echt een gevoel dat het een persoon is die je bijvoorbeeld echt voor je kan zijn. Het kan ook zijn dat je bijvoorbeeld of dat je een rotdag hebt gehad. En dat je thuis komt en je echt denkt, oh wat heb ik een fijn huis. En dus zo'n stuk kan het ineens zijn. En dat houdt elkaar gelukkig een beetje in evenwicht. Maar ik heb ook het idee dat je als leeuw deze week misschien wel zelfs een klein beetje knorrig kan zijn en ook niet helemaal met mensen over bepaalde zaken wil praten. Dus dan lijkt je misschien toch te gaan zoeken naar iemand of een bepaalde situatie die wel dat plezier geeft. Want je lijkt deze week daar wel heel veel behoefte aan te hebben, omdat ik het idee heb dat er op bepaalde vlakken het misschien niet helemaal lekker loopt. Wil je ook echt wel een bepaalde rust voor jezelf vinden, zodat je er op de juiste manier mee kan omgaan. Is dan de kaarten schud om te kijken wat deze week voor jou gaat brengen. Dan lijkt het maagd alsof deze week voor jou een week is waarin er een bepaalde overwinning is behaald. Je bent ontzettend blij met dat stukje wat je opnieuw mag be gaan beginnen of wat je echt mag gaan doen. Alleen het lijkt een beetje alsof je niet zo goed durft te uiten. Je bent er blij mee, je gaat vol enthousiasme ook aan de gang. Maar het kan zomaar zijn dat er eigenlijk toch nog wel wat dingen zijn die je heel graag op tafel zou willen leggen. Maar dat is een stukje wat je deze week maar erg moeilijk vindt. Het kan ook zijn dat je graag iets anders zou willen doen, maar dat je dan toch mee gaat met een bepaald persoon. Eigenlijk gewoon omdat je kunt het daarin niet uitspreken. Het is niet het stuk dat mensen het aan je merken, want ik heb echt het stuk dat het voor jou intern is, dat er eigenlijk iets niet helemaal lekker zit. En je lijkt er dus gewoon ook mee door te gaan, waardoor mensen niet weten dat je misschien een bepaalde verandering wil zien. Ik wil je daarom ook zeggen, Maagd, van kijk toch of dat als je ergens echt niet achter staat of als je iets echt niet wil, alsof je het toch niet op een bepaalde manier kan gaan brengen of bespreekbaar kan maken, want dan pas kan een ander er natuurlijk rekening mee gaan houden. Dus dan de kaarten schudden om te kijken wat week 13 de schorpioen gaat brengen. Dan lijkt het schorpioen alsof deze week voor jou een week is waarin je echt heel erg voor jezelf gaat staan. Het lijkt alsof je heel erg aan het zoeken bent van hoe kan ik voor mezelf een bepaalde stevige stabiliteit gaan brengen. Alsof je voorbereidingen aantreffen bent. Alsof je graag dingen wil gaan ondernemen met anderen, maar je wilt daarbij wel eenzelfde vorm van zekerheid hebben. En ik heb het idee dat je dat heel erg voor jezelf aan het onderzoeken bent, maar tegelijkertijd ook heel erg vrijgevend bent. Hè? Je lijkt juist een bepaalde basis te willen gaan leggen, waarin je mensen, want die wil je heel graag mee gaan nemen, ook echt wel laten zien hoe zij dat bijvoorbeeld ook kunnen. Hè? Dus het lijkt echt alsof je een stukje wil gaan uitdragen of een stukje wil gaan leren aan andere mensen. En dat stukje, dat geeft jezelf ook ontzettend veel, maar je lijkt de anderen ook mee te gaan helpen. Het is wel een week waarin voor jou ook echt het stukje naar jezelf kijken. Hè? Dus je bent er absoluut ook voor anderen, maar je bent ook voor jezelf aan het kijken hoe jij die basis voor jezelf kunt gaan leggen. Dus aan de kaarten schudden om te kijken wat week 13 voor de boogschutter gaat brengen. Dan lijkt het boogschutter alsof deze week een week is waarin er heel veel gezelligheid is. Je lijkt echt op zoek te gaan. Om leuke dingen te ondernemen, om gezellig te eten, gezellig te drinken, om dingen te doen die voor jou in ieder geval echt heel erg goed voelen. Je wil heel graag die verbinding aangaan met mensen. En ik heb het idee dat je daardoor wel eens ook over je eigen grenzen heen kan gaan. Maar deze week heb je zoiets van, nou, het maakt me eigenlijk niet uit. Ik vind het zo gezellig. Ik vind het zo fijn dat deze persoon op dit moment bij me zijn. En ik wil hier gewoon ook echt van genieten. En dat het dan misschien betekent dat ik een keer te laat naar mijn bed ga. Of dat betekent dat ik net een keertje te veel ga doen. Het maakt me niet uit. Pas daar natuurlijk ook wel mee op, want je kunt daar echt wel wat last van gaan krijgen. Maar het lijkt het inderdaad ook echt wel de moeite waard te zijn. Als je voor jezelf maar goed in de gaten houdt, wat voor consequenties kan dit hebben en is dit het echt de moeite waard? Sowieso lijkt het een week te zijn waarin echt heel veel gezelligheid en heel veel warmte is. Dus ik zou er ook zeker van genieten, maar wel tot een bepaalde hoogte. En dan staat een kaartenschut om te kijken wat deze week voor jou gaat brengen. Dan lijkt het steenbok alsof deze week voor jou een week is waarin er misschien wel even wat woorden kunnen zijn.
dat lijkt je eigenlijk weer heel snel op te gaan lossen. Want het lijkt eigenlijk alleen maar een ingang te zijn naar een bepaalde verbinding nog sterker te maken. Of misschien dat je daar nog iets voor jezelf al bedenkt van ja, maar weet je, dit kan nu wel gebeuren, maar je bent zo belangrijk voor me, of de situatie is zo belangrijk voor me, ik ga daarmee aan de slag. En ik heb het idee dat dat vooral deze week de boventoon gaat voeren. Je lijkt het heel belangrijk te vinden dat het in harmonie verloopt, dat je ergens blij wordt, dat mensen bij jou willen horen. Het gaat over een bepaald stuk waar je echt met binding bezig bent. En met heel veel liefde en warmte lijkt er ook een groei uit te gaan komen. Dus je investeert echt in het stuk gevoel, wat absoluut de moeite waard gaat zijn. Ik zal de kaarten schudden om te kijken wat deze week voor jou gaat brengen. Lijkt het waterman alsof deze week een week is waarin er ineens weer wat dingen uit het verleden kunnen komen. Alsof je dacht van, oh, ik heb het opgelost en ineens lijkt daar weer een stukje binnen te sluipen. Ik heb het idee dat je absoluut ja, uit je gevoel kunt putten hoe je daarmee moet omgaan. Want ik heb het idee dat je denkt van, oké, daar gaan we, maar ik weet het, ik ga ermee in, ik ga ermee aan de slag, ik haal er mensen bij. En juist doordat je zo kalm blijft en juist omdat je zo eigenlijk goed voorbereid bent op een situatie waarop je niet voorbereid had kunnen zijn, lijkt je eigenlijk heel vrij snel daar doorheen te gaan. Dat wil dus niet zeggen dat het er niet even is, want het is wel even een stukje wat echt wel eventjes weer wat op een overhoop kan halen. Maar je lijkt er vrij soepeltjes doorheen te gaan, meer gewoon omdat je een bepaalde vorm van ervaring hebt, waardoor je er heel makkelijk mee kan omgaan. Ik heb dan ook het idee aan het einde van de week lijkt daar echt een stuk berusting te komen. En heb je echt het gevoel van, yes, ik heb dat heel snel opgelost. Het was misschien even een klein dipje, maar ik kan nu weer helemaal stabiel verder. We staan de kaarten schudden om te kijken wat week 13 voor de vissen gaat brengen. Dan lijkt het vissen alsof je deze week heel erg op zoek naar mogelijkheden. Ik heb het idee dat er een bepaalde nieuwe vorm van samenwerking gaat komen. En dat voelt echt als een hele grote overwinning. Ik heb ook het idee dat je er helemaal induikt en dat je denkt, yes, ik heb een overwinning behaald. Ik kan ermee aan de slag. Ik heb een nieuw stukje waar ik echt mee ga kijken. En toch lijkt je daar ineens over te gaan nadenken. Heb ik het nu wel goed gedaan? Dus het is een dubbele, want ergens voel je ontzettend blij. En ergens voel je ook van, nou, ik ga deze kans echt aanpakken. Maar het kan zomaar zijn dat je daardoor bijvoorbeeld iets moet laten of dat je iets moet afronden. En dat is wel even een stukje waar je echt voor jezelf over nadenkt. Van ja, wat heb ik nu gedaan? Wat ga ik nu doen? Ik zou zeggen dat het echt lijkt alsof de beslissing juist is. En alsof je daar ook echt verder mee kan gaan komen. Maar het is wel een beetje een stukje waar je iets wat over kan twijfelen. Probeer echt bij je eigen gevoel te blijven. Omdat ik zou zeggen dat dat stukje voor jou het allerbeste werkt. Dat je weet dat je zelf dat besluit hebt genomen. Leuk dat je weer gekeken hebt naar de korte weekhoroscopen van de Mandala. Wil je nu een persoonlijk consult, ben ik bereikbaar aan de box nummer 265. En tegenwoordig kun je ook met me chatten. Voor nu, fijne week!